Goedemorgen, dit is Tros FM, de trendy radio voor het Gelderland. Daarnet hadden we het al eerder aangekondigd. We hebben het over Jong Sint-Gillis. Dat is een voetbalclub die zich heel speciaal inzet voor de allerjongste voetbalspelertjes. En ze ambiëren daar die mannen op een goede manier op te leiden. Nu, ja, dat gebeurt allemaal niet zomaar. Er is daar ook een hele ploeg, een heel team dat zich daar moet voor inzetten. Een van die teamleden is Bart van Bellen en die hebben wij nu aan onze lijn. Goedemorgen, Bart. Goedemorgen. Ja, Bart, vertel ons eens even. Jong Sint-Gillis, jullie zijn ondertussen, ik denk toe aan jullie, is het nu het derde of het vierde seizoen waarin jullie... Het derde seizoen. We zijn 3 jaar geleden begonnen en nu zijn we ons derde seizoen eigenlijk competitie aan het spelen. Ja, jullie zijn sterk gegroeid in die jonge jaren, noem het maar. Waar is er ooit het idee begonnen? Ja, we zijn ooit begonnen met het idee van, we zaten allemaal met andere clubs verspreid, een beetje over de regio. En wij wilden iets speciaal doen. We wilden een voetbalclub oprichten die zich alleen op de jeugd richt. Omdat we merken dat bij andere clubs de focus vaak vooral ligt op de eerste elftallen en de seniorenploegen. En ja, we vonden het jammer dat heel veel middelen van clubs niet naar de jeugd gaan. Terwijl dat de jeugd wel de toekomst is van het voetbal en van heel veel van die clubs. En daarom hebben we met een aantal mensen beslist om zelf een club op te richten waar dat we die visie eigenlijk en dat plan eigenlijk ten uitvoering konden brengen. Ja, en dat is natuurlijk dat slaat heel hard aan. Ja, dat geloof ik zeker en vast. Want het is ook zo dat jullie houden het alles toch wel vrij democratisch als je het vergelijkt met andere clubs. Bedoel ik daarmee de uitrusting, de kledij, dus noem het maar allemaal op uiteindelijk. Ja, het is eigenlijk zo dat wij al onze middelen die we hebben, dat we die laten terugvloeien naar de jeugd en dat we de spelers, dat we die ook willen teruggeven en iets waardevol teruggeven. Ons lidgeld is bij de laagste in de streek. Mm-hmm. En ze krijgen van ons ook een heel uitgebreid kledijpakket. Waar dat ze bij andere clubs soms nog een training moeten bijkopen. Of een sportstaf moeten bijkopen. Krijgen ze bij ons elk jaar eigenlijk een volledige uitrusting van A tot Z. Ja, jullie noemen jezelf Jong Sint-Gillis. Bart, jullie noemen jezelf Jong Sint-Gillis. Ja. Is het de bedoeling dat er alleen maar voetbalspelertjes uit Sint-Gillis welkom zijn? Of mag? Nee, zeker niet. We hebben op dit moment hebben we spelers uit het Lebbeke, Baasrode, de Buggenhout. Ons idee slaat eigenlijk in de regio heel hard aan. En we merken dat bij andere clubs de ouders die ontevreden zijn of die iets anders willen proberen of die onze visie tof vinden, dat die niet op de moeite zien om een paar kilometer met een auto te rijden om naar Sint-Gillis te komen. En dat allemaal voor een goed resultaat. Ja, via mond-aan-mond reclame was er natuurlijk heel snel. Hè. Uiteraard, dat gaat zo. Hè. Uiteindelijk, jullie hebben daar wel wat centjes voor nodig om alles in goede banen te leiden, want vanaf het eerste jaar tot en met nu dit derde seizoen en de vooruitzichten naar volgend jaar het nieuwe seizoen, dan jullie zitten elke keer weer in groeifase. Begonnen het eerste jaar, bij de oprichting hadden we gedacht, we gaan beginnen met 50-tal spelers. Hmm. We gaan klein beginnen. Maar dat was eigenlijk meteen. We begonnen met 120, 130 spelers het eerste seizoen. Ja. Vorig jaar zijn we dan naar 200 gegaan en nu zitten we aan 250. En de verwachting naar volgend seizoen is dat we toch wel naar 300 spelers gaan. Ja, is er ooit een plafond wat jullie bereiken of is de sky the limit in dit geval? We zijn natuurlijk beperkt in ruimte qua terrein en zo, maar we willen uiteraard 300, 350, daar moeten we zeker, daar gaan we zeker nog aan kunnen. En, jullie doen ook trouwens ook heel veel om geld in het laadje te brengen, Bart. Komende, wanneer is het ook alweer? 5 februari. Dan, 8 februari, op zaterdag 8 februari organiseren jullie ook een spaghetti-festijn waar iedereen uiteraard van harte welkom is. Ja. Dat brengt wat geld in het laadje. Waar gaat dat door? Hoe kunnen de mensen daar terecht? Moeten ze op voorhand ticketjes kopen? Hoe werkt het juist? Het spaghettifestijn gaat door in de sporthal van Sint-Gillis, in de cafetaria. En mensen kunnen inschrijven via onze website. Ja. Dus we hebben wel graag dat ze op voorhand inschrijven, zodat we weten hoeveel mensen dat we mogen verwachten en hoeveel spaghetti dat we moeten koken en zo natuurlijk. De mensen die geen spaghetti lusten, kunnen ook croque-monsieur eten. Dus er is voor iedereen wel wat. Ja. Oké, goed. De website van Jong Sint-Gillis, wat is die juist? www.jongsintgillis.be. Okay, en ze kunnen ons uiteraard ook vinden op Facebook en Instagram en zo. Dus daar kan je ook al informatie vinden. De max, de max, de max. Zeg Bart, namens het team van Tros FM hier, veel succes met dat spaghettifestijn. Okay, bedankt. En met het opleiden van de jonge voetballertjes daar ook. Oké, graag gedaan. Salukes. Oké, dag.
Dag. I got my ticket for the long way round.